gaan we super leuk naar een hotel samen. Dit is hem. En ik heb lekker een Philly cheesesteak. Ja, we hebben het nu allemaal in ons haar zitten. Verder daar zonder broek. Ik heb hem in de kleur cement. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. En ik begin de vlog op dinsdag omdat ik gisteren was teruggekomen van een lekker weekendje weg. Met vriendinnetjes. Echt super erg naar mijn zin gehad. Maar ik was zo moe en ik ging gisteren echt niets meer doen. Dus gisteren heb ik niet gefilmd. Maar ik zit nu in de auto, zoals jullie zien. Ik ben aan het wachten op Milan. Dus even naar de tandarts naar binnen. Want zijn draadje, zeg maar, zijn spookje moest opnieuw vastgezet worden. En dan gaan we super leuk naar een hotel samen. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik weet niet, Miu zei gisteren opeens, ja, zullen we morgen lekker een dagje weg? Want hij is altijd dinsdag, woensdag vrij en het wordt lekker weer. Dus we dachten, we gaan lekker naar een hotel. We gaan er eentje in Leiden. Echt mega dichtbij, maar het zag er echt heel erg mooi uit. Dus ja, het is nu 3 uur. Hij had om 3 uur een tandartsafspraak. En dan rijden we gelijk door naar Leiden. Ik ben echt super benieuwd naar het hotel. Het zag er echt heel erg mooi uit. Ik zal even kijken hoe die heet. We hadden er eerst eentje gezien in Sassenheim. Maar we wilden heel erg graag een hotel met een bad. Omdat bij mij thuis hebben we geen bad, bij hem thuis wel. Maar het water is er af en toe een beetje koud. Dus we wilden gewoon heel erg graag een hotel met een bad. En het heet het Boutique Hotel de Oude Mors. Of zoiets. In Londen wilde ik zeggen. In Leiden. Dus daar gaan we straks naartoe. Ik denk dat we lekker eten gaan bestellen. Lekker sushi of zo. Of Italiaans. Daar hebben we ook wel zin in. En morgen gaan we naar Noordwijk. Gaan we naar het strand. Lekker eten. Lekker stukje wandelen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga jullie lekker meenemen. Ik heb deze jas aan van de Zara. Ik heb hem echt al best wel lang. 2-3 maandjes of zo. Maar het is echt de eerste keer dat ik hem aan heb. Met mijn nieuwe Jacques Mustas. Gewoon broek van de Zara. En mijn triple S schoenen. Terug van een nachtje weg. Dat is echt super leuk. We hebben echt een hele leuke nacht en dag gehad. We zijn vandaag overdag nog even naar Noordwijk geweest. Naar het strand daar, want het was daar heel dichtbij. Ik heb niet heel erg veel gefilmd, maar we waren gewoon even lekker met z'n tweeën weg. Dat vond ik echt heel erg fijn en heel erg leuk. En er is net een pakket binnengekomen van StockX. Want ik had dus een trui besteld. Misschien kennen jullie die trui nu wel. Helemaal high van Essentials. En die had ik op StockX besteld. En hij is nu binnengekomen. En dit is hem. Ik heb hem in de kleur cement. En ik heb hem in een XXS. En kijk even al hoe groot hij is. Of nou, zeg maar, hij is nu echt perfect oversized. Ik vind hem echt heel leuk zitten zo. Maar houd er dus echt rekening mee. Want dit is dus een XXS. En je hebt er dus ook nog een bijpassende joggingbroek bij. Maar ik twijfel een beetje of ik die ga kopen. Want deze trui was al met verzendkosten erbij 210 euro. En die joggingbroek ook. Maar op zich vind ik het ook zo wel gewoon leuk op een spijkerbroek. Dus ik twijfel nog een beetje of ik die joggingbroek ga kopen. Maar ik vind hem in ieder geval wel heel erg leuk. Dagmar is ook net thuis gekomen. We gaan zo meteen lekker eten. Keer die blijft ook eten, want Keer en ik moeten vanavond weer sporten. Moet ik even opmaken, dat is mooi. Het is vandaag donderdag en ik had net eventjes mijn kleine mental breakdown, zoals deze hele week al. Ik ben deze week echt een hoopje ellende gewoon. Ik weet niet, ik jank echt om alles en ik heb gewoon echt nergens zin in deze week. Dus sorry voor deze vlog ook. Ik zou eigenlijk vandaag met Rosa vanmiddag afspreken om foto's te maken, maar ik voelde me zo ellendig. En ik was alleen maar het huilen dat ik er had geëd van, vind je het heel erg om niet af te spreken. Morgen gaan we ook al afspreken, dus ik zou er vandaag en morgen zien. Dus ik zei, vind je het heel erg om alleen morgen af te spreken? Want ja, we konden wel foto's maken, maar mijn gezicht ging echt op 6:30. Ik werd er echt niet heel veel vrolijker van. Dus nou, dat was gelukkig goed, super lief. Ik ben nu eventjes bij mijn vader thuis, omdat ik moest mijn weekvlog nog uploaden van afgelopen dinsdag. Omdat ik daar dus ook nog niet aan toe was gekomen. En de wifi bij Dagmar mij thuis is wel goed. Alleen te uploaden doet het niet helemaal. Dus ik ben nu met mijn vader om dat te doen. Hij is bijna geüpload volgens mij. Ja, nog 2 minuten en dan moet hij nog verwerken. Dus dan kan hij vandaag lekker om 4 uur online. En ik kreeg net een brief binnen van de Belastingdienst. Dat ik mijn Fiora aangifte van het laatste kwartaal niet had gedaan. Terwijl ik heb dat samen met mijn moeder en met Milan gedaan. Dus ik weet 100% zeker dat ik het heb gedaan. En dat ik dus een boete had van 5000 euro. Nou, sorry, maar ik heb het gewoon gedaan. Dus nou, daar moest ik natuurlijk ook wel weer om janken. Maar ik heb het overal opgezocht en
Ik probeer overal bewijs vandaan te halen dat ik het wel op tijd had gedaan. En dat heb ik net gevonden, dus ik ben echt heel erg blij. Want er staat gewoon dat ik het 28 januari heb ingeleverd en in heb gevuld en zo. En het moet voor 31 januari, dus het was wel een beetje last minute, maar ik heb het wel op tijd gedaan. Dus ja, ik ben nu nog eventjes bij mijn vader. En dan wacht ik tot mijn moeder klaar is met werk en dan ga ik naar haar toe. Zodat we eventjes samen ja, de belastingdienst... De overheid, weet ik voor wie we moeten bellen. Dat we iemand kunnen bellen om te zeggen dat het niet klopt. En dat ik bewijs heb en alles. Dus ja, dat. Een pakketje op de post doen. Ik had namelijk in mijn vorige week vlog laten zien dat ik een broek had besteld bij LA Sisters. Of nou, van LA Sisters bij Eve's Fashion of zo. Maar ik vind de wassing toch niet echt heel erg mooi eigenlijk. Hoe lang ik er naar kijk, hoe lelijker ik hem vind. Dus die ga ik even terugsturen. En eventjes via een pakketje op de post doen. Ik ben nu ondertussen even lekker een vlogje aan het kijken. Ik ben ook echt zo bleek als maar zijn kan. Dus ik ga vanavond ook even lekker zelfrijder op doen. En morgen gaan Roos en ik dan samen naar Amsterdam. Nee, naar Rotterdam. Om foto's te maken. We wilden eerst naar Amsterdam. Alleen Roos heeft nog best wel last van haar voet. Of nou, niet echt last, maar ze kan nog niet auto rijden. En Rotterdam is gewoon makkelijker met de trein. Dus we gaan morgen met de trein naar Rotterdam. En dan volgende week met de auto naar Amsterdam. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in ook. En ik zeg... Mega lekker weer, dus daar heb ik wel zin in. Dus dat is het eigenlijk een beetje voor nu. Ik ga dus zo meteen naar mijn moeder toe. Of nou, eerst pakketjes inpakken. Ik heb ook echt een hele chille outfit aan. Omdat ik echt nergens zin had. Het ziet er ook echt niet uit. Want ik heb een groene Jordans aan. En dan deze trui van Colorful Rebel en een sportlegging. Maar deze kleurencombinatie is nou niet echt helemaal geweldig. Maar goed. Het is vandaag vrijdag. En ik praat nog eventjes niet hard, want Dagmar slaapt nog. Maar ik ga me klaarmaken. Ik ga make-up doen. Ik heb mijn haar net al... gedaan. Ik heb even je speltjes ingedaan voor als ik mijn make-up ga doen. Want ik ga vandaag foto's maken met Roze. Dus ik ga hem klaarmaken. Ik ga jullie meenemen vandaag. En even zachtjes praten, want de dag maar slaat. We zijn hier in een parkeergarage. We hebben hier net een foto gemaakt. Alleen, ja, ik weet niet. Het was hem voor mij niet helemaal. Wij ook niet. Maar we gaan nu eventjes nog een foto maken bij Roltrap voor Roos. En dan gaan we ergens naar buiten. Ik denk dat dat meer mijn ding gaat worden vandaag. Althans, ik hoop het. Want, ja. Anders zou het zonde zijn van mijn treinkaart. Maar ik heb soms ook wel eens dan... Nu denk ik van, oh, ik vind alle foto's echt lelijk. En dan kom ik thuis en denk ik, oh, nou, deze is op zich wel leuk. En deze kan ook nog wel. Dus misschien moet ik er thuis van even iets minder kritisch naar gaan kijken. Maar dat komt wel goed. Pas je hem? Ja. Neem onze koffer mee daar naartoe. Ja, spullen. Oké. Kijk wat ik aan heb. Ik heb een kort broekje aan, want ik zit te wachten op zo'n broek van Roosje. Oké, ik ga eventjes mijn tas op. Oké, ik ben dus weer terug thuis. En toen ik thuis kwam was deze er ook. En we wilden heel graag ons haar verven met die André Long ding. Dus ik zei tegen een keer van, zullen we dat gewoon nu doen? Verkeerd, ja, is goed. En Dagmar is er ook, dus we gaan met z'n drieën doen. En we hebben alle drie de kleur chocoladebruin. Ik wilde eerst asblond, maar ja, ik weet niet zo goed of dat wel gaat pakken met zulke soort spul. Dus we gaan lekker bruin doen. Waar zijn al de strekjes dan? In de kast. Staan daar alle snacks.
Snacks. Oké, we hebben het nu allemaal in ons haar zitten. Ik ga niet te veel filmen, want we hebben allemaal ons BH aan. Maar het zit in ons haar. We gaan nu, we moeten 5 minuten laten intrekken. Maar wij gaan het een kwartier doen. Dan blijft het beter zitten, denken we. Kijk dan. Hey. Kier heeft het ook in haar haar. Dus even, van nu? Even van de zijkant, dat is naar mijn broertje. En ik heb een koekje. En hoe vind je het hier? Ik hoop echt niet dat het paars wordt. Yes. Het is vandaag maandag, dus deze dag hoort helemaal niet meer bij deze weekvlog. Ik heb ook niet echt het eindresultaat van mijn haar volgens mij laten zien. Het zit er nog een beetje in, het is zelfs een beetje blauwig ook. Maar ik zal eventjes wat TikTok filmpjes in deze weekvlog verwerken. En gewoon foto's zodat je alsnog het resultaat kan zien. Zoe die komt mij zo ophalen over een half uurtje ongeveer. Want die heeft een afspraak bij management in Amsterdam. Dus die vroeg meeging. Dus we gaan gezellig naar Amsterdam toe. We gaan eerst even een fotootje maken. Ik weet niet of ik ook echt een foto ga maken, want ik zie er echt niet uit. Maar we gaan hier gewoon een foto maken. Dan gaat Zoe naar het management en daar gaan we eventjes ergens wat eten halen en opeten lekker. Dus daar heb ik ook wel zin in. Ik heb mijn nieuwe trui aan van Essentials. En gewoon een hele simpele broek. Dit is de trui. Ik vind hem echt heel erg leuk. En daarbij heb ik gewoon een skinny aan en mijn Jordans. En ik denk dat ik gewoon deze jas aan doe, want ja, het boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel wat ik vandaag aan heb. Ik zie er ook gelijk echt super bleek uit met dat donkere haar, maar oké. Ik heb eventjes 2 broodjes in de oven zitten, want ik had echt super veel trek. En ik had dus van de week een vaas besteld bij Westwing. Alleen die is dus helemaal in 20.000 stukjes binnengekomen. Oh, echt niet normaal. Maar ik had ze gemaild van hoi, want ik maakte de doos open en je hoorde het al helemaal rammelen. Dus Kier had het helemaal gefilmd. Dus ik had hem gemaild van ja, het is kapot binnengekomen. Dus nu krijg ik een nieuwe. Dus super chill. En ja, goed verhaal. Ik ga even die broodjes eruit halen. Wachten tot Zoe er is. En dan gaan we naar Amsterdam. Ik heb toch even een snelle outfit switch gedaan. Ik heb wel gewoon nog dezelfde trui en broek en zo aan. Maar ik doe deze jas eroverheen van Collusion en mijn Jacques Mustas. Ik vind dit op zich wel leuk. Echt, dat haar is echt vreselijk. Ik wil echt weer lekker wit blond haar. Maar dat gaat woensdag gebeuren. Gezellig. Hallo. We hebben Tets besteld. Gaan we afhalen. En ja, waar zijn we? Ik ga kijken. We zijn in Bosseboom, Toussiantstraat 60. We zitten vlakbij het centrum hoor. We zitten vlakbij het casino. Ja. Bij het Vondelpark. Vondelpark. Lekker lava doen. Lava met mij. Ja. Ik heb alleen mijn lange lava-jas niet aan. Helaas. Moet ik hier eigenlijk niet betalen? Vast wel, want het is Amsterdam. Ja. Kolo. Zou ik even mijn parkeerding kijken? Ja. Mijn ding. Hoe heet dat? Parkmobiel. Oké, zullen we gaan lopen? Ja. Kijk, nu zie je dat maar groen is. Kunnen we? Nee, het valt echt. Oh jawel. Heerlijk. Heerlijk. Hi. Ik heb natuurlijk weer heerlijk een Philly cheesesteak. Philly? Hoe gaan we dit eraf krijgen dan? Hebben we wel... Nee, dit meen je niet. Maar mevrouw, is het geen draaidop? Nee. Ze zijn wel schattige flesjes. Dit kan je toch doen met... Met je tanden. Met je aansteker. Zoe en ik zijn terug van de afspraak. Zoe ging eigenlijk voor een management er naartoe. Maar ik heb me ook aangesloten. Superleuk. Dus we zitten er nu samen. We zitten nu zeg maar 3 maanden soort van proefperiode om te kijken of het voor beide kanten werkt. Maar ik heb er echt super veel zin in. Het zag er ook zo mooi uit. Ze hadden zo'n mooi pand. En ook soort van fotolocaties daar en zo. Dus we mogen daar ook gewoon naartoe om foto's te maken. Super chill. Dus ja, daar zullen jullie mij vaak gaan zien de komende weken, denk ik. Ook gewoon voor lounge en zo kan je er mooie foto's maken. Dus heel leuk. En we hebben nu Tets gehaald. Om een mukbang te filmen voor het kanaal. Alleen, ze hadden dus van die spa-flesjes erbij gaan, zoals jullie net kon zien. En die krijgen we niet open, want het is gewoon een soort van bierdingetje. Zo is nu eventjes teruggelopen om te vragen of die chick het kan openmaken. Maar ik heb dus lekker een Philly cheesesteak. En Zoe heeft volgens mij een salade.
Want Zoe is on the healthy tour. Maar ja, kijk, Zoe heeft een salaatje. En ik heb lekker een Philly cheesesteak. En er zitten ook cheese onionships bij. Zo lekker. Even wachten tot Zoe terug is. En dan gaan we een mukbangetje filmen. En het is ondertussen alweer 2:30. De tas valt. Ik denk dat we na de mukbang weer lekker rustig naar huis gaan rijden. Het was echt heel erg gezellig met Zoe. En ik ben nu ondertussen weer thuis. En er is een nieuw pakketje binnengekomen van Nuno Bakes. Ik heb wel eens vaker samenwerking met hun. En ik heb echt wel heel veel Nuno Bakes. En ik ben echt heel erg blij met al mijn Nuno Bakes. En ik mocht er weer eentje uitzoeken van de nieuwe zomer-lente collectie. En hij is echt super mooi. Ik ga hem jullie laten zien. Dit is hem. Echt zo mooi is die. Het is dus een grote deze keer. Vaak kies ik een kleintje uit. Maar deze keer zag ik deze en ik vond hem echt zo onwijs mooi. Het is een beetje gebroken wit met gouden details. Het is dus de Ellie Nieuw-Zeeland Beige with Gold. En ik vind hem echt super mooi. Kijk. Je kan hem dan gewoon zo over je schouder dragen. En er past echt onwijs veel in. Ik heb al twee grote. Daar ben ik ook echt heel erg blij mee. Maar deze is ook echt zo mooi. Echt heel erg leuk. Ik zal eventjes al het plastic ervan afhalen. Er is trouwens denk ik wat heeft op haar handen. Ik heb net iets wit gespoten, maar het zit een beetje op mijn handen. Maar oké. Okay. Kijk, ik had het helemaal nog niet gezien, maar er zit ook op die strap. Het zit allemaal gouden studs. Ik vind hem echt heel erg leuk. En er past dus echt onwijs veel in. Er zit ook nog een grote strap bij. Ook weer goud met beige. En dit papier laat ik er eigenlijk altijd in zitten op de momenten dat ik hem niet gebruik. En er zit ook nog zo'n ketting aan. Oh my god, dat had ik helemaal niet gezien. Maar heb je dat alleen bij de kleine Nuno Bags? Ketting hengsel alleen bij de kleine Nuno Bags. Maar hij zit nu dus ook bij de grote. Oh, heel leuk vind ik dit. Het ziet er echt onwijs leuk uit. Die kan je er trouwens ook gewoon afhalen voor als je dat niet leuk vindt. Maar dit papier laat ik er dus eigenlijk altijd in zitten op de momenten dat ik hem niet gebruik. Zodat hij gewoon mooi groot blijft. Maar hier ben ik echt heel erg blij mee. Dus die heb ik weer van Nuno Bags mogen ontvangen. Ik zal een linkje ervan wel in de beschrijving zetten. Maar dat is dus deze. Maar voordat ik deze week vlog ga afsluiten, heb ik nog iets heel erg leuks. Ik heb namelijk in samenwerking met Bijoes Fashion heb ik voor jullie een winactie. Je kan namelijk 2 keer €50 shoptegoed winnen. En ik heb van haar ook wat items ontvangen. Dus die zal ik ook eventjes laten zien. Als allereerst van Bijoes Fashion heb ik deze gekleurde trui. Echt onwijs leuk voor de lente. En die heb ik dus met een hele leuke soort van spijkerbroek om mee te combineren. Die ga ik even pakken. En dat is deze broek. Het is een beetje een soort van latex-achtige broek. Misschien dat ik die trouwens nu wel snel aan ga trekken. Dat is leuker met dit outfitje. Maar die heeft een soort van split aan de onderkant. En het is een beetje een soort van latex effect. Maar die vind ik dus wel echt heel erg leuk voor met die trui te combineren. Om het wat stoerder te maken. En dan als laatste heb ik deze zwarte flare broek. Voor petit. Dus als je lekker klein bent, net zoals mij, pas je deze gewoon. Ik heb deze in een maatje 36. Echt een hele mooie broek vind ik zelf. Dus dat is die. Maar je kan dus €50 shoptegoed winnen. En er zijn 2 winnaars bij Bijoes Fashion. Wat je moet doen om te kunnen winnen is je moet geabonneerd zijn op het account van Things Julia Loves en mijn account op YouTube. Je moet ons beide volgen op Instagram en natuurlijk Bijoes Fashion volgen op Instagram. Laat hieronder in de reacties weten dat je meedoet met je e-mailadres. En dan over een week wordt de winnaar gemaild met dat hij €50 shoptegoed heeft gewonnen. Superleuk. Ik ga nu wel gelijk de weekvlog afsluiten. Afgelopen week voelde ik een beetje bleh, dus de weekvlog was misschien ook een beetje bleh. Maar volgende week of komende week voor mij wordt onwijs leuk. Ik ga donderdag een shoot doen voor een vriendinnetje die zwanger is. Superleuk, ga ik jullie ook meenemen. Vrijdag ga ik naar Amsterdam, woensdag ga ik mijn haar verven. Dus er komen alleen maar leuke dingen aan deze week. Dus dat ga ik allemaal voor jullie vastleggen. Ik hoop dat jullie deze weekvlog toch nog een beetje leuk vonden. Ook al heb ik niet veel gedaan en was ik een beetje Dus ja, ik hoop dat jullie het een leuke weekvlog vonden. Vond je het nou een leuke weekvlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!